Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. Misschien heb je wel eens gehoord van de termen actief en passief beleggen. Maar wat is het verschil tussen die twee en wanneer kies je nou voor actief of juist voor passief beleggen? Bij actief beleggen probeer je meer rendement te behalen dan de markt. Door de juiste aandelen uit te kiezen en op het juiste moment te kopen en te verkopen... probeer je het beter te doen dan een index. Zoals bijvoorbeeld de Nederlandse aex index of de Amerikaanse S&P 500. Bij passief beleggen is je doel om de markt te volgen. En je koopt dan een ETF of een indextracker en daarmee beleg je in precies dezelfde zaken als die index. Actief beleggen is niet makkelijk. Je moet veel tijd investeren en je hebt veel kennis van zaken nodig. Uit onderzoek blijkt dat het de meeste actieve beleggers niet lukt om structureel een beter rendement te behalen dan de index. Actieve beleggers maken hogere kosten doordat ze vaker aan- en verkopen. En ook handelen ze soms op het verkeerde moment of kiezen ze de verkeerde belegging. Ja, maar passieve beleggers die behalen ongeveer evenveel rendement als die index die ze volgen. Wel maken ze natuurlijk ook enige kosten voor het beleggingsproduct dat ze gebruiken om die index te volgen. En op lange termijn zijn aandelenbeleggingen altijd gestegen. Die passief belegt, die profiteert daarna genoeg één op één van mee. De beroemde belegger Warren Buffett is zelf een actieve belegger. Hij heeft er miljarden mee vergaard. Maar zelfs hij zegt dat je om vermogen op te bouwen, het best in een indexfonds op de SP 500-index kunt beleggen. Passief beleggen dus. Ja, dus kies je nu het beste voor actief of passief beleggen. Ben je bereid meer tijd met je beleggingen bezig te zijn en denk je dat je de markt kunt verslaan? Dan kies je voor actief beleggen. Wil je liever niet te veel bezig zijn met de beurs, waarbij je vrijwel evenveel rendement haalt als het marktgemiddelde? Kies dan voor passief beleggen. En wat ook kan, doe het gewoon allebei. Want actief beleggen is natuurlijk wel ontzettend leuk.